Binnenkort wordt een zonnepaneelproject opgeleverd in het dorp Abinastong. Volgens kapitein Johan Sandveld wordt eraan gewerkt om het gebied 1x24 uur te voorzien van elektriciteit. De gezagsdrager zegt dat hiermee ongeveer 50 huishoudens voorzien zullen worden van elektriciteit. Alle de dorpen hebben een centraal. Dus als je een centraal precies hebt voor dat uit, de dorpen ook aan elektrificatie. Abenastong hebben Igi en Abenastong een veld voor Abenastong. Naar een oppervlakte van 100 bij 50 vierkante meter. En nu, als je kijkt, dan zie je duidelijk dat de paneel zit potikba. Dus eigenlijk na afase sa moes doen nou na de mafa bouwwerkzaamheden. De ma moes me kwam stort wang wang vloer voor me kwam ozo. Pe wang generator kon na nga ding accu dat na de batterij voor a zonnepaneel. De ma de ook toen nga omrastering. En dat na de san sa moes doen dat peter en versluit aan. Sandveld geeft verder aan dat het project ook uitgevoerd zal worden in de omliggende dorpen vanaf Gengistong tot Nieuw Aurora. Voor nu wordt de stroomvoorziening te Abinastong nog geregeld met een generator van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De man levert benzine, diesel. Maar is dat aan alle is benzine en dat is mijn idee naar Dongro. Want nu is het even contact dat hier binnenland nu. Het grootste deel van de dorpen. De nu in Dongro. Ja, bepaalde generator broko, bepaalde de man naar benzine en die berekening van de leerkrachten. Dan is mijn leid dat verlies, omdat er is maar bij de vleeschakken in het binnenland. Dat is fijn ook. Dat is de kasabik batakano, sorry. Dus dat alles aan de pori. Dus de generator start van, zeg maar, van 7 tot 12. Dan berekening van een vriezer aan je horen. Maar de, bijvoorbeeld een vriezer nog, dat is een stroom nog. Dat is mijn abif bij ijs voor pokigron uit, voor potgi afriser of pot in wang ijsbox voor kahora meti. En als je het ook met die normaal haling, dat trafasi no de abif pot en tap faya voor barbokotama tak tokama kahora godoro. De kapitein vindt dat de samenleving in het gebied ook een bijdrage moet leveren wanneer het project is opgeleverd. Hij zal zorgen dat elektrificatie wordt geïnstalleerd bij 70 huishoudens, te weten 60-plussers en lichamelijke en geestelijke gehandicapten die zichzelf niet kunnen voorzien.